Guido, 3-0 winnen van Griekenland. Die tweede set, dat was nogal wat. Hoe beleef jij dat aan de kant? Nou, de eerste set ging ontzettend goed. We stonden zo strak en gedisciplineerd onze tactiek uit te voeren. En de tweede set missen we een paar ballen. En zij voelen dat ze dat kunnen. En dan wisten we dat het een heel emotioneel team is. Gaan ze zeuren bij de scheidsrechter. Ze halen emoties boven. En hun diagonaal stond erg goed te spelen. Dus dan hadden we een klein achterstandje, een kleine break. En die bleef maar tot het einde van de set plaatsvinden. Ja, gelukkig onze dubbele wissel, die sleepte hem binnen uiteindelijk. En heb je al eerder gezegd, Overbeke heb jij er ook bij om voor zijn emoties, zijn passie in het spel. Hij brengt het wel gelijk helemaal. Ja, vandaag kun je zien waarom we die drie diagonalen mee hebben. Daar wisselen we mee in het spelen met Kai en Niemier. En Overbeke kan dit soort wedstrijden, als het moet, met Wessel samen naar zich toe trekken. Kun jij de keuze voor Jorna uitleggen? Want je hebt Fabian Plak libero gemaakt. Wat was de gedachte daarachter? Nou, de gedachte is dat zij ongelooflijk goede sprongservice hadden. En dat we af en toe met wisseltjes, in ieder geval in de passing, hadden we meer, niet een libero wissel nodig, maar meer een rondje voor Thijs. En we hadden Jeroen ook nog voor Robert. Dus we hadden verwacht dat er nog veel meer surfdruk zou zijn van Djuric en van die anderen. Zodat we dat konden ontregelen. En vandaar dat Gijs in die rol meer rendement kon opleveren voor het team. Oké, dan gaan we even verder naar het toernooi kijken. Nu 3 wedstrijden gespeeld, 3 gewonnen. Volgende wedstrijd is tegen Oostenrijk. Als je van Oostenrijk wint, dan ben je er vrijwel al. Ja, dat weet ik niet. We hebben nog niet daar zitten rekenen. Maar Oostenrijk heeft gewonnen van Slowakije. En Slowakije was onze grootste uitdager. Dus het is zaterdag een grote finale voor ons. Ja. 2 grote aanvallers ook bij Oostenrijk. Hoe ga je die aanpakken? Nou, daar gaan we nog over nadenken. Maar dat wordt net zo'n wedstrijd als nu. Dat is ook een speler die bij Perugia speelt. Echt top is. Dus die kan veel scoren. Nu moeten we weer een plan maken hoe we die tegenhouden.